Vermeer was een perfectionist en maakte niet veel schilderijen. We kennen maar 36 werken van hem. Daarmee is hij veel minder productief dan zijn tijdgenoten. Vermeer was op zoek naar het perfecte plaatje en dat is goed te zien in Gezicht op Delft. Hij is namelijk zo'n perfectionist dat hij de werkelijkheid zelf steeds aanpaste en zichzelf verbeterde. Laten we beginnen bij zijn virtuose schilderstijl. Kijk eens naar het water en de weerspiegelingen van de gebouwen. Dat schilderde Vermeer met heel dunne lagen verf. De blauwgrijze, bruingrijze kleuren vloeien heel subtiel in elkaar over. Zo is het net of het water heel licht rimpelt, omdat er een zacht windje overheen waait. De boten in het water zijn juist heel dik geschilderd. Op de flank van de boot rechts schilderde Vermeer allemaal kleine puntjes. Zo suggereerde hij de weerkaatsing van de schittering van het licht op het water. Bij de gestreken zeilen zie je de klodders verf op het doek liggen. Dat is gewoon driedimensionaal. Geen wonder dat de impressionisten zo dol waren op Vermeer. Vermeer bracht ook wijzigingen aan om het evenwicht in zijn schilderij te perfectioneren. Kijk eens goed naar die weerspiegeling in het water. Misschien valt het niet meteen op, maar de reflectie van de Rotterdamse poort was oorspronkelijk maar voor de helft in het water te zien. En die heeft Vermeer later verlengd om als het ware te verankeren aan de onderkant van het schilderij. Bij de twee vrouwen op de voorgrond stond eigenlijk nog een man. Misschien vond Vermeer deze figuur iets te nadrukkelijk aanwezig en besloot om hem weg te schilderen. Exit man. Dat Vermeer de voorstelling naar zijn hand zette is ook te ontdekken in de architectuur. Aan de linkerkant trok hij de nok van alle daken gelijk. Dat geeft veel meer rust dan allemaal verspringende daken. Ook verschoof hij de toren van de nieuwe kerk een beetje naar links voor een beter evenwicht. Al deze technieken en wijzigingen geven de rust en balans waar Vermeer naar op zoek was. Maar wat voor effect hebben al die schildertechnieken op jou? Ben je als kijker vatbaar voor zijn schildertrucs?